love. Then may you find it, may you find it at any cost. Ik bezoek tijdens de inrichting de tentoonstelling van de naoorlogse kunstenaar Constant Nieuwenhuis, die met zijn visionaire maquettes een utopische wereld creëerde. Een wereld zonder grenzen. Hij heeft ook niet heel erg zijn best gedaan om het heel netjes te maken. Dat vind ik ook wel prettig. Dat vind ik ook heel prettig, ja. het is gewoon... Geen Norman Foster die dan... Nee, beslist niet. Nee, het is gewoon lekker... Lekker rauw. Ik vind het ook het mooie dat het bijna ook weer een Hollandse schaal krijgt. Hè? Dat je zweeft over Den Haag en ook naar Rotterdam. Mijn gids is architect Winnie Maas. De man die Rotterdam op zijn kop zette met zijn gewaagde ontwerp van de Markthal. Die steeds probeert om, net als Constant, de grenzen van het landschap te verleggen. Die ken ik niet, maar... Kijk je die daar? Ja, dat doosje of kistje. Dit vind ik een hele mooie. Die is inderdaad niet zo bekend, maar die is een... Ik zou hem aan de wand hangen, haast maar. Nee, ik vind hem zo mooi. Hij hoort mooi. Zo? Ik weet het eigenlijk niet of die... Maar voor mij laat hij in ieder geval zo zien... Ja. Dat het licht heel ver gevoerd kan worden tot alle lagen van de stad. Die door al die spiegeltjes en al die de hoek omgaan... kun je, ook al sta je beneden in een metrostation... kun je nog zeg maar naar de lucht kijken. Het project Nieuw Babylon van Constant stamt van eind jaren 50. Het blijft een inspiratie... voor architecten van over de hele wereld. Dat is toch wel heel mooi hoe het hier nog bouwt. Dit is de eerste. Ja, prachtig.